Welkom allemaal bij deze training over polieren. Dat is iets waar ik ongeveer 4 jaar mee bezig ben. Ik zal mezelf even kort voorstellen. Mijn naam is Abdul Samed Kaya. Ik ben 21 jaar en ben geboren in Gent. In mijn vrije tijd werk ik vaak aan auto's en polieren is hier ook een heel groot deel van. Op het einde zouden jullie een aantal vragen moeten beantwoorden. De leerdoelen zijn als volgt. Het belang van materialen kennen. Beheersen wat er moet uitgevoerd worden voordat je begint te polieren. De verschillende stappen van polieren kennen. Weten hoe je met diepe krassen kan omgaan. Een aantal soorten topcoatings opnoemen. Bij deze training zullen we de volgende punten behandelen. Namelijk de nodige materiaal, exterieur detailing, krassen verwijderen, polieren, topcoating, het resultaat en op het einde komen er nog een aantal vragen. Materiaalgebruik is heel belangrijk. Met slechte producten of verkeerde behandelingen kan je schade brengen op je autolak in plaats van deze schoon te maken. Zo heb je ook verschillende polijstmachines zoals rotary en dual action. Een rotary of ook roterende polijstmachine genoemd, maakt enkel een roterende beweging om eigen as. En een dual action, in tegenstelling tot de rotary, is excentrisch roterend. Dat wil zeggen dat het een dubbele beweging maakt met rotatie om eigen as, zoals dat je ook in de afbeelding kan zien. De voor- en nadelen van deze polijstmachines. Dual action heeft verschillende voordelen. Het is makkelijk door iedereen te gebruiken. Creëert geen warmte waardoor de machine veilig te gebruiken is op iedere autolak. Een rotary in tegenstelling creëert meer warmte en is niet zo veilig als dual action. Polijstmachine is stabiel en trillingsvrij. De excentrische beweging laat geen swirls of hologrammen achter in de lak. Polijst in korte tijd grotere stukken. Te koop in vele verschillende soorten en maten. Is dus voor iedere type hand beschikbaar. Alles heeft zijn voordelen en nadelen natuurlijk. De nadelen van dual action zijn dat je minder diep kan polijsten in tegenstelling tot de rotary. Extreem doffe lak kan beter gepoetst worden met een roterende polijstmachine. Hele diepe krassen verwijder je sneller met een roterende polijstmachine. Gebruik van een polijstschijf is ook heel belangrijk. Er bestaan verschillende soorten. De belangrijkste punt is de hardheid van de schijf. Hoe harder het materiaal is, hoe dieper je zal kunnen werken in de lak. De zachtere polijstschijven zijn dan eigenlijk voor oppervlakken met lichte krassen. Als laatste punt is het ook heel belangrijk om een kwalitatieve polierpasta te gebruiken. Indien niet, kan dit ook voor schade zorgen. Je moet ook altijd de juiste polierpasta met de juiste polijstschijf gebruiken om zo efficiënt mogelijk te werken. Dus de combinatie is een belangrijk punt. Exterieur detailing. De eerste stap is uiteraard het wassen van de voertuig. Dit doe je zo goed mogelijk, zodat er geen vuiligheid meer achterblijft. Maar hoe goed dat je ook wast, zullen er kleine deeltjes op de lak achterblijven. Geen zorgen. Hiervoor hebben we de kleibehandeling. Klei gebruik je in combinatie met een smeermiddel. Je kan gewoon water met zeep gebruiken, maar er zijn uiteraard ook speciale sprays beschikbaar. Klei gebruik je eigenlijk gewoon door te wrijven over de lak. Na een goede kleibehandeling zal de lak ook heel zacht aanvoelen. Je zult dus al voelen dat er minder stoffen en andere deeltjes hangen aan de lak. Na deze behandeling ben je eigenlijk klaar voor te polieren. Polieren bestaat uit 3 stappen: compound, polish en de topcoating. Het is niet noodzakelijk dat je alle stappen uitvoert. Als de klant wil dat zijn auto als fabrieksnieuw uitziet, dan doe je best al de stappen. Indien hij enkel wenst dat alleen de diepe krassen niet meer zichtbaar zijn, kan je ook enkel compound en polish gebruiken, dus de eerste 2 stappen.
De topcoating dient eigenlijk om een diepe glans te geven aan de lak. Krassen verwijderen. Als er diepe krassen bevinden op het lak die je niet zou kunnen uitkrijgen door te poleren, dan kan je deze krassen ook eerst schuren. Dit doe je met de wetzendingmethode. Dit betekent het gebruik van schuurpapier in combinatie met water, eigenlijk nat schuren. Hiervoor gebruik je een fijne schuurpapier, 1000 tot 5000 grit. Een grit is de fijnheid van de schuurpapier. Dus 5000 grit is een fijnere schuurpapier dan een 1000 grit. Als de kras echt diep is, dan begin je best met een 1000 en bouw je op tot een 5000 grit schuurpapier. Zoals dat je ziet op de afbeelding, vermindert je een stuk van je lak wel. Aan de rechterkant zie je een afbeelding waar op de rechterzijde krassen aanwezig zijn en aan de linkerzijde minder krassen. Dus door te schuren verminder je een stuk van je lak. Maar dat is wel dat is wel een nadeel, maar moet wel gebeuren als men niet wil dat de auto herspoten wordt. Een goede truc die ik altijd gebruik is een watertruc eigenlijk. Als je met water overgaat over een kras en als je door het water geen kras meer ziet, dan kan deze uitgepoleerd worden met deze methode. Als dit niet het geval is, dan zal je de kras niet met wetzending uit het lak krijgen. Op de linkse afbeelding zie je een doffe oppervlak. Dit is wat er gebeurt na een wetzendingprocedure. Nadat je zo'n oppervlak hebt geschuurd, kan je deze weer een glans geven door te poleren. Hierna kan je een hele diepe glans bekomen. Poleren. Als je al de voorgaande stappen succesvol hebt uitgevoerd, dan kan je beginnen met te poleren. Maar als er geen diepe krassen meer bevinden op de lak, dan kan je wel de wetzendingstap overslaan en direct al beginnen met te poleren. De eerste stap is de compound. Wordt dus ook gebruikt om de vage lak die je door het schuren hebt bekomen weer op te knappen. Hiermee kan je dus de diepere krassen uitpoleren. De compound pasta gebruik je in combinatie met een harde polijstschijf om dus goed in de lak te kunnen werken. De tweede stap is de polish. Dit kan de lichte krassen verwijderen en geeft ook een heel mooie glans aan de lak. De polish wordt gebruikt met een minder harde polijstschijf. Als laatste heb je de topcoating. Hier kan je van verschillende producten gebruik maken: waxen, ceramic coating of spraycoating. En dit gebruik je eigenlijk in combinatie met een heel zachte polijstschijf. De laatste stap is de topcoating, zoals al vermeld. Als er geen krassen meer aanwezig zijn op het oppervlak, dan dient deze coating als beschermlaag bovenop de lak. Zorgt er ook eigenlijk voor dat het sneller gereinigd kan worden en het water makkelijker over de lak kan glijden. Als een klant wenst dat zijn auto terug een fabrieksnieuwe look krijgt, dan doe je best de topcoating, maar pas wel op, er zijn verschillende topcoatings beschikbaar. Wax is daar één van. Wax is de traditionele manier en is eigenlijk ook de makkelijkste. De droogtijd van deze coating is heel snel, wat een voordeel is in tijdswinst. Hiermee bekom je een diepe glans. Ceramic coating daarentegen is een moeilijkere methode. Deze topcoating kan een droogtijd hebben van 1 tot 2 dagen, afhankelijk van welke ceramic coating je gebruikt uiteraard. De auto mag tijdens deze tijd niet onder het zonlicht komen en ook niet in contact komen met water. Dus zou in een binnenplaats moeten drogen, wat een grote nadeel is. Een andere nadeel hiervan is dat wanneer er een kras op deze coating komt, is het heel moeilijk om deze terug uit te krijgen. Er bestaat ook een snellere manier van ceramic coating, namelijk de spraycoat. Hiervan zijn er ook verschillende producten en toepassingen aanwezig.
heeft geen droogtijd en is zeer makkelijk op de lak te brengen. Gewoon eigenlijk aanbrengen en afvegen. Al deze coatings geven een diepe glans aan de lak, maar je moet wel opletten dat je dit op een correcte manier uitvoert, zodat er geen schade op de lak wordt bekomen. Als resultaat bekom je een fabrieksnieuwe en dus ook krasvrije auto, waar uiteraard iedere autoliefhebber naar verlangt. Hierbij nog een korte samenvatting. Bij deze training hebben we de belangrijke punten overlopen van polieren. Vergeet niet dat gebruik van materiaal heel belangrijk is. Namelijk, je hebt verschillende polijstmachines en iedere machine heeft zijn voor- en nadelen. Het behandelen van diepe krassen is ook een belangrijk punt wat je zeker zou moeten onthouden. De verschillende stappen van polieren, zoals compound polish en de topcoating, hebben we ook behandeld. Als laatst hebben we een paar topcoatings in detail besproken. Ik heb ook nog een paar vragen klaargemaakt voor jullie. De eerste vraag is: wat is het verschil tussen een dual-action polijstmachine en een rotary? Geef twee voordelen en nadelen van dual-action. Welke methode kan je gebruiken om diepe krassen uit te krijgen? Geef de drie stappen van polieren. Geef één soort topcoating en het nadeel daarvan. We zijn op het einde gekomen van deze training. Dank wel voor jullie aandacht en als er nog vragen zijn, kunnen jullie deze nog gerust stellen.